Oeh, ja, daar zijn we. Ja, het hoort er normaal zo mooi kleurrijk uit te zien, maar het is inderdaad een beetje grauw, grijs, wit. Oh, de huisjes zien er ook niet meer zo positief uit. Ja, ook hier gaat het blijkbaar niet zo heel goed momenteel. Yo, Nintendo fans! In de vorige Mario plus Rabbids video hebben we Rabbit Rosalina bevrijd. En die knuffel die ze in haar handen heeft, dat is haar wapen. Vind je Rabbit Rosalina vet? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor deze hele serie. En Rabbit Rosalina zegt, sorry dat ik wegliep tegen Orion. En Orion die zegt, volgens mij heb je het nog steeds tegen kapitein Orion. Oh, nu gaat hij opeens stoer doen. Ja hoor. Ik had me geen zorgen hoeven maken. Zo'n halfbakken sirene kan mijn Rabbit Rosalina echt niet tot zinken brengen. Maar goed, aangezien ik contractueel verplicht ben hier te blijven, kun jij misschien onze nieuwe vrienden bijstaan tijdens hun reis. En, nou, ze heeft er heel veel zin in zo te zien. En ze zegt ook, nou serieus, daar heb ik zo geen tijd voor. Ik moet een manier vinden om bij Rosalina te komen. En Pipo zegt, oh, Rosalina, ik zie dat je een fan bent. Ja, de overeenkomst is opvallend. Weet je, wij waren ook op weg naar Rosalina. En we kunnen wel iemand gebruiken met jouw enthousiasme. Van alle woorden die je had kunnen kiezen. Beep-o. Kies je nou serieus enthousiasme? Kijk naar haar hoofd. Dat straalt geen enthousiasme uit. Rabbit Rosalina zegt, ja, oké, cool. Nou ja, prima. Dan ga ik wel mee of zo. Kapitein Orion, bedankt voor alles. Ik beloof dat je trots op mij zult zijn. Dat ben ik al, kind, zegt Orion. Zorg nou maar goed voor jezelf. Dat is een bevel. Ai, ai, captain. Nou, ze zijn wel goede vriendjes geworden, zo te zien. Daar is Genie. En die zegt dat we nu genoeg energie hebben om een teleportatietunnel te maken naar de volgende planeet. Praal Palet. Let's go to Praal Palet. En de Rabbit Rosalina, die is erbij, hoor. Maar dit maakt het alleen maar moeilijker. Want wie moet er nou in mijn team? We hebben Rabbit Rosalina, Rabbit Luigi, Edge natuurlijk. We hebben Mario, Rabbit Peach, Luigi, Peach zelf en Rabbit Mario. Laat het even weten in de reacties. Ik weet echt niet meer wie nou het ideale team is. Daar staat hij op de kaart. Oeh, en dan moet je tussen level 13 en level 20 zijn. We zijn volgens mij net level 13. Ik denk dat dit nog wel moeilijk gaat worden. Praal Palet is een soort van herfstkleurig gebied. Lekker oranje en geel. De aanwezigheid van duisternisenergie op deze planeet heeft de natuurlijke actieve synthese van anthocyanen pigmentatie geblokkeerd. Ik weet niet of het de bedoeling is dat ik dat begrijp, maar ik begrijp het niet. Wat het bladerdek van de bossen heeft verbleekt. Kijk, dat snap ik. Bezoekers worden opgeslokt in dit ondoordringbare donkere nevel van doolhofachtige wouden. Waar betoverde wezens hen observeren en overdenken of ze hen willen helpen. Oeh, ja, daar zijn we. Ja, het hoort er normaal zo mooi kleurrijk uit te zien, maar het is inderdaad een beetje grauw, grijs, wit. Oh, de huisjes zien er ook niet meer zo positief uit. Ja, ook hier gaat het blijkbaar niet zo heel goed momenteel. Is dat de koning van dit koninkrijk? Die zit er een beetje met zijn zonnebril. Wat heb je voor me in petto? Blad... wat? Florale kennis die je mij toedient? Oh. Het gaat echt niet goed met de bomen hier. Welke soelaas heb je voor de kwellingen? Wat zeg je allemaal, joh? Wat een rare grappie. Oh. Ook dat gaat helemaal fout. Ik denk dat je beter je mond kan houden. Er zit trouwens een gat in je paraplu, vriend. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Oh, nee. Zelfs met ons ruimteschip gaat het niet goed. Oh, Beepo geeft Rabbit Luigi de schuld van deze slechte landing. Die zegt dat Rabbit Luigi chili saus heeft gemorst op de besturing. Doet hij dat vaker? En kijk ook hoe die staat met zijn mond open. Nee, het kwam door een storing, zegt Genie. Hallo. Zonnebril, man. Grauwerhof heet hij ook echt. Verdwijn, verdwijn, verdwijn. En bid dat voor jullie ogen zich nooit zulke alomtegenwoordig leed ontvouwt. Want hoop is ons ontvlogen. Wat een depressiviteit, joh. Dit is J. Grauwerhof, wachter van Praal Palet, deze planeet. En hij is een amateurpoëet. Volgens mij leest alleen hij zelf zijn gedichtjes. Oh, wow. Een gouden en robijnen coiffure. Nu dood en grijs en levenloos. En erger dan dit te verduren. Ik ben te koud. Word zelfs niet boos. Ik word heel vrolijk van jou, vriend. Oh, Genie, waar ga je helemaal naartoe, joh? Je gaat naar die boom? Daar moeten we naartoe waarschijnlijk. Dodenmis. Dodenmis. Klaroengeschalver. Gezeld gemis. De boeren waren slechts droefenis. Het leven is één doffe ellende.
einde. Nou, prachtig gedicht. Niet echt opbeurend. Rabbit Rosalina zou hier goed passen, denk ik. Oh, en op het dorpslijn gaat het ook niet goed. Maar daar kunnen we nog niet naartoe, want de brug die is kapot. Er is een geheime passage onder Grauwerhofs huis. En waar zullen we nou eerst naartoe gaan? Vind de ingang van het verwonderwoud. Oké, ja. Of we gaan naar Grauwerhofs huis. Eén van de twee. Even kijken, laten we het bos ingaan. Ja, daar is die boom. Laten we naar die boom gaan. Ik wil eerst de kleur terug op deze planeet. Een geestige zonsondergang. Oeh. Wat moet we doen? We moeten iedereen verslaan. Ik zie hier spoken. Hallo? Nou, die Spark die ziet er wel vrolijker uit. Mistral Nami zegt geestdolers. Hun stormschreeuw aanval duwt iedereen binnen bereik terug. En ze zijn ook nog eens onzichtbaar als ze zich verplaatsen. Reactieschoten werken niet tegen hen. Ja, dat wordt een hele kluif. Hou je maar vast aan de gedachte dat als je wint, ik met jullie mee mag. Nou, dat klinkt goed. Nu kunnen we weer maar 3 mensen in het team doen. Eens even kijken. We willen Rabbit Rosalina in het team en misschien willen we ook wel Rabbit Mario een keer in het team. Dan moeten we wel even wat sparks geven aan Rabbit Mario, denk ik. Dan moeten we even checken waar deze spookjes niet zo goed tegen kunnen. Tegen bevriezing. En die gasten kunnen niet goed tegen spetter. Dus bevriezing en spetter moeten we sowieso hebben. Kijk, als ze nou gewoon hierop landen, dan kunnen we misschien gelijk door. Kijk eens aan. Dan kunnen we lekker hier naar boven. Hier zijn echt vet veel enemies trouwens. Dit gaat wel even duren, denk ik. Tackle! 1, 2, 3. Hatsaflats. We hebben de 1 verslagen, dat is cool. Ga ik proberen die 2e daar te pakken met de slijm, maar ik denk dat hij dat wel overleeft. 1, 2, 3. Vijanden die aanvallen met wapens krijgen meteen een tegenaanval van Rabbit Mario. What? Heel cool. En de tegenstanders krijgen nu de beurt. Wat gaan zij doen? Ja, daar wordt Erge aangevallen. Laat Erge met rust nou eens een keer. Oh my god, holy moly. Dat was veel te sterk. Oké, dit is een probleem. Want het houdt eigenlijk in dat ik niet zo heel dichtbij moet komen. En dat is juist wat ik wil met Rabbit Mario. Oké, tackle. Oké, springen Rabbit Mario. Springen. Oké, ik kan hem gewoon dwars hier doorheen schieten. Jump. Oké, gaan we hier vallen? Tackelen we hem? Hij leeft nog gewoon, hè? Oké. Nou, die gaan we even slaan. Ga eens kijken of ik hem kan verslaan met mijn bevriezingsaanval. Ja, zo te zien wel. Dan hebben we van deze in ieder geval geen last meer. Kijk, dat is top. En dan gaan we die andere even uitschakelen met de vuurmeteorieten. Alleen, ik vraag me af. Die meteorieten, die slopen ook al die blokken hier. Dus ja, Rabbit Peach staat hier nu niet zo heel chill meer. Ik weet niet of dit heel handig was. Want nu kan Rabbit Peach natuurlijk gewoon keihard geraakt worden. Ja, en die staat dan ook in de fik. Oh, ja, en dan staat Edge ook in de fik. Ja, helemaal top. Oh, doe dit nou niet. Jongens, niet doen. Oh, ik word ook nog geraakt. Oké, tijd om te healen. Hartje, ja, top. We moeten maar liefst 13 enemies verslaan. Hé, dat is echt knijterveel. Erge, die gaat even hier naartoe. Mag hier achter staan. Het is jammer dat ik hier maar 1 enemy ga raken waarschijnlijk. Team Sprong. Kan ik ze vanaf hier raken? Ja, zeker. Ze wel maar 1 weer. Die is wel kapot. Kijk, dat scheelt. Ik denk wel dat we straks Rabbit Peach even moeten gaan halen. Want die staat best wel ver achter. Ik moet wel vaker mijn spetteraanval gaan gebruiken tegen die vijanden, denk ik. Okay, Rabbit Peach, kan je komen? Nee, ja, oké. Kan je wel komen halen? Kan je lekker alvast hier naartoe springen? Tackelen. Ja, top. We kunnen natuurlijk gewoon springen zo, via dit ding. En dan kunnen we hier weer springen. Ik kan vast een beetje hier naartoe. Ik kan niemand raken vanaf hier. Nou, dan ga ik lekker schuilen. Dan zoeken ze het maar uit. Dan gaan we gewoon hem raken. Zo, met mijn zwaard. En dan vergeet ik weer mijn spetteraanval te doen. Jongen. Deze schakelen we uit. Toppie. En dan ga ik met Rabbit Peach lekker op hem schieten daar in de verte. Die raken we 1 keer. Oké. Tegenstanders de beurt, maar ik denk dat ze allemaal vet ver weg staan. Die spookjes die blijven ook een beetje daar staan waar ze staan. Ja, maar we moeten niet dicht bij hun allemaal in de buurt gaan komen. Want dan hebben we denk ik een probleem. Als zij ons allemaal achter elkaar gaan raken, dan zijn we echt de sjaak. Ik denk wel dat op zich Rabbit Mario naar die 2 aan de rechterkant kan gaan. Hier zo, want dan kan hij daarna ook gewoon nog springen. Om ze allebei tackelen, zou ik ze allebei af kunnen maken. Het zou kunnen. Misschien. Dit is de 1 kapot, die andere nog niet. Maar met Edge ga ik ook alvast die kant op. Ik kan er dan eentje met zijn tackle slopen. Dan gaan we met Edge hier naar boven. Ja, lekker dit. En dan kunnen we nog een keer springen. Ja, die trampolinetjes die zijn wel lekker. Laat ik me hier vallen. Okay, we gaan gewoon voor de dichtstbijzijnde. Helaas sta ik te hoog om ze allebei te raken. En Rabbit Peach gaat dan voor die daar zo. Ja, cool. Tegenstanders de beurt, let's go. Die gaat mij sowieso niet raken. Die gaat denk ik op Edge proberen te schieten. Oh, en die raakt Edge ook. Dat is jammer. Wat ga jij doen? Jij raakt denk ik niemand. Oh,
je kan op Rabbit Mario schieten. Jij gaat het ook proberen, zeker? Nee, niet? Oké. Okay. En jij? Jij gaat er helemaal niks doen. We gaan even deze hier tackelen. En dan gaan we even lekker een beetje springen, denk ik. Nou ja, dan gaan we maar gewoon op hem gooien. Die is er nog steeds. Ja, hij is wel dood. Lekker. Oké, okay, Rabbit Mario, jij gaat hem tackelen. En we gaan lekker poison op ze gooien. Wat ziek idee. Slijmballen. Eentje is zo goed als kapot, maar net niet helemaal. Die gaan we dan even slopen met Rabbit Peach. Door te tackelen. Ja, het gaat de goede kant op, jongens. Het gaat de goede kant op. Ik ga de bevriezingsaanval doen. Eerst even kijken wat ik met Rabbit Mario nog kan doen. Misschien kan ik hem wel kapot maken met Rabbit Mario. Nou, ik kan net niet lekker staan. Maar ik kan nog wel springen. Oh, ik ga gewoon naar ze toe springen. Ik ga gewoon naar ze toe springen. Let's go. Let's go. Pew, pew, pew. Kijk, dit is Rabbit Mario, jongen. Heerlijk. En ik ga denk ik wel dat Spooky daar bij Rabbit Mario... Nou, het maakt eigenlijk niet uit. Ik ga hem wel kapot maken. Er kan er helaas maar eentje kapot. Want Rabbit Mario heeft geen beurten meer. Hopelijk gaat hij dit overleven. Nou ja, ik snap niet dat ze Rabbit Mario niet aanvallen hoor. Ja, kijk, nu wel. Pak ze terug, vriend. Pak ze terug. Oh, het is een idee. Yes, lekker Rabbit Mario. Het is wel een fijn karakter ook hoor. Als je dicht bij je vijanden moet komen, dan is het heel nice. Kijk, nu kunnen we naar binnen. Binnen in de boom. En dan gaan we eens even kijken of we deze planeet weer een beetje vrolijker kunnen maken, jongens. Dit ziet er toch zo grauw en niet vrolijk uit. Oh, de kleuren moeten echt terug naar de boom, hoor. Genie gaat ons er doorheen leiden. Alleen ze zegt, ja, ik kan dezelfde weg niet echt vinden. De kans om niet onherroepelijk te verdwalen is ongeveer de kans dat een loser een veer in zijn... Wat? Welke kant wil jij op met jouw verhaal, joh? Rabbit Mario zegt, ik heb het. We branden het bos plat en dan lopen we gewoon recht naar die tentakel. Ja, ik vind het een goed idee. Alhoewel, nee, we moeten wel een beetje lief zijn voor de bomen. Beepo zegt ook, nee, 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 we vinden wel een oplossing. Maar misschien moeten we toch eens kijken of we Lucifers kunnen vinden. Hé, hey, Twinkle die zegt, niet nodig, Beepo. Hé, hey, Twinkle, ben je er nog? Ik wist niet dat je met ons meegegaan was, joh. Ga jij ons de weg leiden? Ik denk dat ik jullie net op tijd heb gevonden, zegt Twinkle. Ja, zie je, Beepo dacht ook. Ik dacht dat jij nog op Bakenstrand was, dat dacht ik ook. Dat klopt, maar met al dat gepraat over sparkjagers dacht hij dat ik veilig was bij jullie. Dus ik ben jullie gevolgd, maar niet alleen maar om achter jullie aan te dribbelen. Als je iets zoekt, kan ik helpen. Kijk, hier. Hey, heel nice. Hoe help jij dan? Oké, je zit nu ook in Beepo. Ja, ik zie het licht, zegt Beepo. En nog andere dingen, denk ik. Dankzij mijn nieuwe kracht worden dingen onthuld die eerst nog ongezien bleven. Hij heeft een nieuwe scankracht. Oh, daarmee kunnen de dingen onthuld worden die we normaal gesproken niet konden zien. Bijvoorbeeld, denk ik dat ik dit moet scannen. Voetstapjes. We moeten de voetstapjes volgen. En dan kunnen we hier naar boven via de trap. Oh, dit is super chill. Wat is dit? Oh, dit is een bom. Ja, ja, ja. En die moeten we natuurlijk op het oog gooien. Gooi hem maar! Kijk, en dan is alle meuk weg. Heel nice. Oh, die spark is wel handig, hoor. En dan hebben we hier een checkpointje waar we weer naartoe kunnen. De ingang van het Verwonderwoud. En hier kunnen we nog niet naartoe. Het Verwonderwoud zit vol mysteries die je niet zomaar kunt zien. We moeten hier iets opleggen, denk ik. Ik denk dat dat hierachter is. Bij deze steen. Kijk. We moeten naar links. Hé, hier is een buis. Juist. Oh, we gaan helemaal naartoe. Oh, we komen bij enemies terecht. Zou hier nog wat zijn wat we kunnen vinden? Kijk, ik zie daar wel wat. Hier valt al van alles uit de boom trouwens. Kijk, hier zie je voetstapjes. Hier, hier, hier. Oh, wow, 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 wow. Die zag ik niet aankomen. Er zijn ook Goomba's hier, zie je dat? Eerst maar eens even deze grapje allemaal tackelen, denk ik. Zo, hoppakee, dat is altijd stap 1. Edge kan je ook tackelen. Ja, top. Ah, dit is te doen, dit is te doen. We gaan hem met slijm kapot maken. Deze tweede gast gaat Rabbit Mario kapot maken van dichtbij. Althans, dat hoop ik. Let's go. Pew! Juist. Dan gaat Rabbit Peach daar naar de overkant deze kapot maken. Oeh, ik kan hun allebei raken vanaf hier. Kijk, dit is wel lekker. Die raken we gewoon beide. Tap, 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 tap. Oh nee, die ene, dat red ik net niet. Die stond net te ver. Oké, vijanden de beurt. De Goomba's komen eraan. De enemietjes ook. Of de Spookies. Ik vind ze wel cool. Ze hebben wel tof design. Maar ze kunnen me lekker niet raken. Oké, die Goomba's tackelen we even kapot. En dit vind ik leuk. Ik ga ze gelijk opzoeken met Rabbit Mario. Tackelen! We gaan ze gewoon alle drie schieten. Pap, pap! Twee zijn er gelijk kapot. En die derde gaat hij met die vuurmeteoriet erheen slopen. Oh, dit is zo fijn. Ah, oh, ik vind Rabbit Mario cool. Dit is de aflevering van Rabbit Mario, hoor. Lekker. Wat een basie.
We maken iedereen kapot. Ik ben benieuwd of jullie Rabbit Mario ook in mijn team willen zien, hoor. Maar goed, we waren aan het scannen natuurlijk. We gingen de voetstappen checken. Die gingen hier naartoe en dan kan hij hier de trap omhoog. Is dit dan de weg waar we naartoe moeten? Wat is dit? Hier hebben we 24 sparks voor nodig om hier in te kunnen gaan. Wow, daarachter is een baas. Oh, maar daar kunnen we nog niet naartoe. Oh, maar dat is wel cool om een keer te gaan doen. Aan het einde, als we de game hebben uitgespeeld. Laat weten of je dat wil, dat we alle sparks gaan vinden. En dan dit soort dingen gaan doen. In de volgende video gaan we de weg zoeken hier in het bos. Dus wil je dat zien? Blijf die duimpjes omhoog knallen en abonneer en druk. Ik werd even afgeleid. Volgens mij was iemand aan het zingen hier. Was jij net aan het zingen, Rabbit Peach? Oh nee, het was Rabbit Mario. Oh, zie je? Ze gaan samen een concert geven. Wil je meer van dit soort concerten, dan moet je abonneren. En het belletje aanzetten, want dan mis je geen enkel concert. Ik bedoel, video. Tot de volgende. Mazzel.